Goedemiddag, ik weet niet of dit een hoefslag is of een wandelpad, maar kijk eens waar ik ben. Een idee die ik gisteren heb opgedaan via Taurus. Een andere wandelvlogger. Haha, it's me. En het was dus wel degelijk een hoefslag. Ik ben hier nog nooit geweest. Wel aan de kant van de N44, maar niet hier. Gammele steiger vind ik. Het hout veert onder mijn voeten. Aha, ik had hier eigenlijk kunnen parkeren. Prachtig. Mijn lievelingsmuziek wordt hier gespeeld live in het hertenhuis. Ook hier prachtige rhododendrons met een wandelpad onderdoor. Kijk nou toch. Ja. Nooit geweten dat hier ook zoveel struiken stonden. Het is natuurlijk al op zijn retour, maar toch. Mosheuvels, kwetsbaar gebied en kennelijk ook daar die ruïne, die muur. Ook hier afzetting, net als in Meerenbosch. Ik ben op weg naar de theekoepel. Nogmaals dank Taurus voor het idee. Oh, jammer. Al deze paden zijn dus... Jammer. Dit pad is dus afgesloten. Enige jammere, maar goed, ik maak er zelf veel gebruik van, is het autogeraas van de N44 hier nu voor mij. Kennelijk bleven de mensen niet op de paden, want die mosheuvels zijn nu beschermd door dat hek. Prachtig. Ik ben vlak bij de theekoepel.
officiële route. Oeh, ik ben niet de enige, maar ik glij bijna terug naar beneden. En ik kan me nergens aan vasthouden. Wat ben ik nou toch weer aan het doen? Hopeloos. Wat ik nu doe. Ben ik gek of gek dat ik hier tegenop geklauterd ben? Ik heb me vastgehouden aan wortels. Dit is beter, deze trap. Hier 's ochtends komen, de zon is nu verkeerd. Het lijkt wel een soort ophaalbrug. Volgend jaar ga ik dit eerder in de lente doen, als alles net bloeit. Hier rechts van me ook weer die wal, hè, die natuurlijke wallen, waarschijnlijk duinen, moswal noemen ze het. Koekoeksbloemen, toch? Heb ik wat geleerd? Brievenbus hier links, of wat is het? Een gekke plek voor een brievenbus, maar het is toch echt een brievenbus met een nee-nee sticker. Zeker van de theekoepel.